Er is een voortdurende stroom desinformatie uit Rusland. En ik hoop altijd dat Nederlandse journalisten daar ook kritisch mee omgaan. Net zoals ze met andere informatie kritisch omgaan. Dus daar ligt nog nuttig werk weer op. Deze informatie is een afleiding. De OPCW, de organisatie die het verbod op chemische wapens handhaaft, leidt dat onderzoek. En Rusland heeft steeds langs de route van de procedure en nu langs de route van de bron van de stof daar mist omheen verspreid. Ja, dat past heel erg in hun manier van werken. Ik heb Lavrov ook aangesproken op hun desinformatie. Ik heb daarbij met name gewezen op de informatie die hij over de MH17 laat verspreiden. Wat zegt hij dan? Hij vindt dat zij hun visie ook moeten kunnen laten zien. Hun punt rond de MH17 is steeds dat ons Openbaar Ministerie niet onafhankelijk is. Dat onze Onderzoeksraad voor Veiligheid niet onafhankelijk is. Bent u het mee oneens natuurlijk? Nederland heeft een ongelooflijke traditie van onafhankelijke rechtspraak. Dat is echt cruciaal. En inderdaad, als minister van Justitie bemoei je absoluut niet met de inhoud van het werk van het Openbaar Ministerie. Mm-hmm. Door daar toch heel bewust desinformatie over te verspreiden, bemoeilijk je het vinden van de waarheid. Wat vindt u daarvan? Als u zegt dat tegen hem, wat is uw oordeel daarop? Ja, ik vind dat absoluut niet kan. Vandaar dat ik hem daar ook op aanspreek. Dat de binnenkamers, ook in het openbaar. Ik weet ook dat de nabestaanden van de slachtoffers van de MH17... natuurlijk iedere keer weer de wond open voelen gaan wanneer dit soort van desinformatie wordt verspreid. Dus het kan echt niet. En je ziet het rond de MH17. Je ziet het rond Syrië, je ziet het rond Schiphol. En dan is ook echt onze taak om daar kritisch op te blijven en niet gewoon de Russen na te praten. Nee, maar tegelijk.